Deze zaak speelt door heel Nederland, maar heeft zijn wortels in Brabant. Een van de hoofdverdachten komt namelijk uit Etten-Leur. In maart van dit jaar worden partijen ladingen gestolen ter waarde van 250.000 euro. Rolduren, pallets met hout, opleggers, trekkers, maar ook pallets met grote hoeveelheden bier. De politie komt de bende gauw op het spoor. Afgelopen dinsdag doen zij invallen in 12 loodsen door heel Nederland, waaronder Oud-Gastel, Breda en hier in Etten-Leur. Het aanhouden van de verdachten mag niet worden gefilmd. Vaak zijn het mensen uit de transportbranche die betrokken zijn bij ladingdiefstal. En dus ook wel kennis hebben van welke vrachtwagens rijden waar, om die te onderscheppen. Maar wat we ook wel zien is dat er bedrijven opgericht worden, specifiek met als doel goederen te kunnen onderscheppen. Vaak gaat de interesse uit naar consumentenelektronica. Wordt dat in de binnengevallen loodsen niet gevonden. Wel staan er complete trekkers met opleggers en dure auto's. In totaal zijn 5 verdachten opgepakt, van wie 3 uit Brabant. Bij 2 van hen zijn ook vuurwapens gevonden. Alle 5 zitten ze vast. Maar daarmee zijn de problemen van ladingdiefstal natuurlijk nog lang niet opgelost. Ja, kijk, het blijft altijd interessant om iets weg te halen wat jou een voordeel oplevert. Dat geldt voor allerlei vormen van criminaliteit, hè? En ja, daarnaast zou je kunnen zeggen dat je preventief nog wel wat zou kunnen doen. Zo zouden vrachtwagens niet meer met deksel, maar met gesloten containers moeten rondrijden. Politie en justitie benadrukken dat er intensief contact is met de transportbranche om het probleem samen op te lossen.